De regering streeft naar een duurzame ontwikkeling van het district Wanica. Deze ontwikkeling moet gezamenlijk ter hand worden genomen. Hiertoe heeft president Santokki op dinsdag 13 december de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Wanica geïnstalleerd. De werkgroep, waarin verschillende ministeries zijn vertegenwoordigd, wordt getrokken door Ganga Bisum Singh Dani Kasing. Daarnet heeft de installatie plaatsgevonden van de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Wanica voor het district Wanica. We zijn al zeker meer dan twee maanden bezig met de voorbereidingen en de team samenstellen uit verschillende mensen, in de zin van uit vertegenwoordigers van verschillende resorten, verschillende werkgebieden als ambtenaren, districtsvertegenwoordigers, ondernemers, sociaal medewerkers. Dus het is een mixed team en we waren heel poos bezig om dan een zo divers mogelijk team samen te stellen in opdracht van de president. De leden van ons team zullen dan de projecten identificeren in hun respectieve resorten van Wanica en ook in hun respectieve organisaties waaraan ze verbonden zijn. Het gaat ook om sportprojecten, sociaal-maatschappelijke projecten. Het gaat ook om bouwprojecten. Dus verschillende soorten van projecten waarbij wij de samenleving tegemoet willen komen en hun een beetje willen helpen uit hun nood. We gaan niet alles voor de mensen kunnen doen, maar we zullen een start maken. En het gaat sowieso in samenwerking met het kabinet van de president. De budgetten zullen ook door het kabinet van de president ter beschikking worden gesteld. Maar wij zullen dan ook budgetten van ministeries vragen om ter beschikking te stellen. Maar daarnaast hebben we ook projecten in mind die we middels PPP willen uitvoeren. Dus dat is private-public partnership met ondernemers, donateurs die graag hun buurt, hun gemeenschap willen ondersteunen. Dan zullen we dan hun ook de medewerking vragen. Is er misschien één bepaald project in mind waarvan u denkt van oké, dit heeft prioriteit? Sowieso, ik heb een aantal projecten eigenlijk in mind voor geheel Wanica. Een van de zaken die we graag willen aanpakken zijn de scholen, vooral de geloofsscholen in Wanica. Vanuit de verschillende resorten krijgen we verzoeken van de schooldirectie en van de leerkrachten ook dat hun leslokalen, hun toilettengroepen niet naar behoren functioneren en dat er een onhygiënische situatie daar voordoet. Dus we zijn geweest naar verschillende locaties om dat te bezichtigen en dat zullen wij dan zeker aanpakken en daarbij zullen we het ministerie van Onderwijs ook zeker betrekken.